Ik ben Mieke. En ik ben Tineke. En wij zijn vrijwilliger vanuit de vogelbescherming. Wij zijn vogelwachters. En wij beschermen drie soorten vogeltjes die hier op het strand broeden. De zogenaamde strandbroeders. Dat zijn de strandplevieren, de bontbekplevieren, de dwerrensterns en ook wel de schoolexters. Maar de eerste drie hoofdzakelijk. En die broeden hierachter, daar op het strand van Oostvoorne, waar we dus nu ook staan. En ze broeden daar aan de overkant. Dat is de Maasvlakte. Op de Maasvlakte daar broeden hoofdzakelijk bontbekplevieren en dwerrensterns. En daar op het strand van Oostvoorne zitten hoofdzakelijk de strandplevieren. En wat wij eigenlijk doen, is dus een plekje, een rustige plek, proberen te creëren dat die vogels hier kunnen broeden en hun kleintjes groot kunnen brengen. En het leuke is dan ook dat we vertellen over de vogels die hier broeden, want de meeste mensen weten het niet. Je ziet ze ook bijna niet, zo klein zijn ze. Ze hebben, maar het is heel leuk wat wij dan merken. Het is dus ook een soort educatieve functie die we hebben, is dat we mensen voorlichting geven dat die vogels hier zitten. Wij doen dit vrijwillig en wij zouden het heel fijn vinden als de groep mensen waar we mee werken groter gaat worden. Zeker in de periode van mei, juni, juli, dat is dus echt het broedseizoen, hebben we veel mensen nodig, want dan is het best ook heel druk.